Vol is vol. Beste collega's, vol is niet alleen een succesvolle Vlaams Belang slogan. Het waren de gevleugelde woorden van uw partijvoorzitter Lagaard op 28 oktober 2022. En misschien kunnen de mensen van Villa Politica dat fragmentje nog eens bovenhalen, want hij heeft daar veel interessante dingen gezegd. Hij heeft ook gezegd op 28 oktober, uw voorzitter, meneer de premier, hoe meer capaciteit je creëert, hoe groter de instroom. Niets daarvan, niets van die dure VLD-woorden zijn terug te vinden in dit immigratieakkoord. Dit is trouwens geen migratieakkoord, dit is een meer immigratieakkoord. Ik som er enkele op. 1, dat heb ik al gezegd. Meer asielopvangplaatsen creëren gaat leiden tot meer asielzoekers. 2, u gaat gezinshereniging voor niet-begeleidende minderjarigen nog meer versoepelen. Dat gaat leiden tot meer asielzoekers. En vooral, u gaat nu in een wet gieten dat asielbedriegers die met hun kinderen naar hier komen, die uitgeprocedeerd zijn, die illegaal zijn, nooit of te nimmer het land uitgezet gaan worden. En dan komt u af, ja, Vlaams Belang is inhumaan. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Het zal net veroorzaken dat nog meer gezinnen hun minderjarige kinderen naar hier zullen sturen. Een gevaarlijke tocht. Het gaat nog meer miserie veroorzaken. En dat wilt u niet aanvaarden. Dat uw open grenzenbeleid zal leiden tot veel meer miserie. Daarom twee vragen, want ik zou uren kunnen doorgaan waarom dit een slecht akkoord is. Ten eerste, hoeveel gaat dat nachtelijk plan in hemelsnaam kosten? Want voor 34.000 asielopvangplaatsen, wat u al een budget van 703 miljoen euro uitgetrokken en u doet er nog een paar duizend bij. En twee, bent u bereid dit absolute dwaze akkoord in de prullenbak te gooien en opnieuw te beginnen? Dit is wat u van deze regering mag verwachten. Dat waren uw laatste woorden, meneer de premier, en ik kan het er niet meer mee eens zijn. Jullie willen nog meer asielzoekers en gelukszoekers opvangen in Kampenhout, in Steenokkerzeel, liefst in iedere gemeente van Vlaanderen. En wij willen asielzoekers opvangen buiten de Europese Unie, zoals Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk wilt. Jullie willen de grenzen openzetten, wij willen de grenzen controleren. Jullie willen niets doen aan 200.000 illegale opsporen en terugsturen. Wij willen wel actief illegale opsporen en terugsturen. Jullie willen meer opvangplekken, wij willen minder gelukzoekers. Mevrouw de Moor, gooi het roer nu toch nog om. Je hebt nog tijd. Trek drempels op, want anders zal de enige drempel waar u zal op stoten de kiesdrempel zijn.